Mensen, ook vanuit mijn kant hartelijk welkom op een lezing met een bijzondere titel. Advent vanuit Chanukka. Maar voordat we ook deze lezing gaan doen vanuit Gods woord, willen we graag eerst ook bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, God van Abraham, God van Isaac en God van Jacob. U hebt ons uw woord gegeven. En alles over Israël is opgeschreven, ons tot voorbeeld. Vader, en als we ook vanavond uw woord willen openen, willen we bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Dat u door uw geest ons de juiste woorden geeft, maar ook uw profetisch woord laat oplichten, zodat het verlicht wordt door uw Heilige Geest. Dit bidden wij in de machtige naam van Jezus onze Heer. Amen. Amen. Een titel, Advent vanuit Chanukka. Advent gaat natuurlijk over een vraag, over een verwachtingsvolle vraag. Advent, meestal kijken we terug naar de eerste komst van Jezus. Maar Advent heeft ook die overdrachtelijke betekenis over zijn wederkomst. En daarom Advent gaat allemaal over die ene vraag: wie en wat is die Messias? En u weet misschien dat in de tijd van Jezus werd kerst niet gevierd. Maar we weten wel dat Jezus met de hoogtijdagen, de feesten van God, in Jeruzalem was. Zoals God had aangegeven dat in het begin van het jaar Pesach valt en dan aan het eind van de zomer het Loofhuttenfeest. Dat gaf structuur aan Israël. Structuur die God had gegeven. Maar op een gegeven moment, in het jaar 167 voor Christus, werd die structuur abrupt beëindigd. Dat er een overheersing vanuit Syrië komt en die gaan de tempel ontwijden. Wel zodanig dat de Joden verboden werd om zelfs ook de Torah van Mozes te bestuderen. De tempel werd ontwijd en werd notabene een beeld van Zeus in de tempel geplaatst. De menorah werd gedoofd en er werd zelfs een varken op het altaar ter ere van die Zeus geofferd. Logisch dat dat de religieuze Joden van die tijd tegen de borst sloeg. En 3 jaar later hebben de Maccabeën de tempel weer heroverd en wilden ook die tempel weer inwijden. Alleen, u kent misschien het verhaal van Chanukka, dat men op zoek was om die menorah, de lamp voor God in de tempel weer aan te steken. Daar heb je olie voor nodig die bezegeld is met het zegel van de hoge priester. Alleen men vond slechts 1 kruikje met olie. En het heeft normaal gesproken 8 dagen nodig om weer koosjere olie te maken. Toch hebben de Maccabeën daar niet op gewacht. Ze zijn direct met die ene kruik olie de menorah gaan aansteken, voldoende voor 1 dag. Maar dan komt het wonder dat God die olie 8 dagen liet branden, zodat er weer tijd was om weer nieuwe olie te maken. En dat God een wonder deed, dat het licht werd aangestoken en dat God overvloedig zegen gaf, dat vierde men ieder jaar met het lichtenfeest, ook wel de tempelinwijdingsfeest, ook wel het Chanukka-feest. Allemaal namen die precies hetzelfde feest aanduiden. En we lezen wel in de schrift dat ook Jezus dit feest gevierd heeft. Leest u met me mee in Johannes 10 vanaf vers 22, waar staat: en het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. En dan komt de vraag: de Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem: hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias, de Christus bent, zeg het ons vrij uit. En dat vind ik nou zo mooi, dat hier staat dat de Joden gingen niet naar alles en iedereen of eventueel achter zijn rug omspreken. Nee, ze kwamen met die ene, die belangrijke vraag bij de meester zelf.
En ze vragen rechtstreeks aan Jezus, bent u nou die Messias, bent u nou die Christus, zeg het ons ronduit. En dat vind ik nou zo mooi, dat juist ook hier, tijdens dat lichtenfeest, er een verwachtingsvraag is. Een vraag waar het allemaal om draait, bent u nou die Messias of niet? Als we die lijn ook doortrekken, ook Johannes de Doper zat op een gegeven moment met die vraag. En stuurde zijn discipelen naar Jezus met de vraag, bent u nou die wij verwachten of verwachten wij een ander? En het antwoord van Jezus frappeert ons. Wat we lezen, Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. Ai. Want juist deze Joden kwamen met die vraag van advent, van verwachting bij Jezus. Bent u nou die Messias of niet? Alleen, blijkbaar hadden ze een iets andere verwachting dan wat Jezus hun had gezegd. Ze hadden een verwachting vanuit de Tanach, vanuit het Oude Testament, dat over die Messias er 10 dingen geprofeteerd zijn. En met name dat hij gaat zitten op de troon van zijn vader David en dan zal er vrede zijn op de ganse aarde. Dus ze hadden een verwachting dat Jezus naar Jeruzalem zou komen en vooral die Romeinen het land zou uitkikken en dat hij dan gaat zitten op de troon van zijn vader David. Alleen, dat was nog niet de tijd. Jezus had hun in aanloop naar dit feest al verteld dat hij moet lijden voor de zonden van zijn volk. En een ieder die hem gelooft en volgt, dat hij ook zijn kruis moet opnemen en hem gaan volgen. Alleen dat was ook in de tijd van Jezus een harde boodschap. Dat velen die eerst zijn volgelingen waren, gingen weg. En ook deze Joden die met die vraag bij Jezus kwamen, hadden die verwachting dat hij de Messias, zoon van David, zou zijn. Alleen Jezus geeft hier eerst een andere uitleg en in de hoofdstukken daarvoor. En dat is nu bijzonder dat we dit lezen met het Chanukka-feest. Kijk even tussendoor, wij hebben het als christenen makkelijk. Wij komen pas na dood en opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest in beeld. Dat wij door geloof in Jezus ook kinderen van Abraham zijn en in de belofte van God delen. Dus voor ons is het makkelijk dat Jezus de eerste keer kwam om te lijden en te sterven voor de zonde van zijn volk. En dat hij de tweede keer, en dat verwachten we nu met Advent, dat we uitzien naar de wederkomst. Alleen in de tijd van Jezus was dat natuurlijk wat lastig om in één persoon te zien dat hij zowel gaat sterven voor de zonde van zijn volk als ook gaat zitten op de troon van zijn vader David en de overwinning claimt. En Jezus maakt dus duidelijk in dit verhaal van Chanukka dat het om iets anders draait. En laten we dan ook kijken wat er precies met dat Chanukka-feest gedaan werd en vooral ook in de synagoge gelezen wordt. We weten dat ook nu in de synagoge wordt er iedere week een portie, een parasha, een deel uit Gods woord gelezen. En precies met dat Chanukka-feest wordt een bijzonder verhaal gelezen. En zoals alles in de Bijbel over Israël opgeschreven is ons tot voorbeeld, zo ook dit verhaal. En dat gaat namelijk over de ontmoeting tussen Jozef en zijn broers. En u kent wellicht de geschiedenis van Jozef. Dat Jozef was de geliefde zoon van zijn vader Jacob. Hij kreeg nam te binnen een purperen kleed als teken van een koninklijke waardigheid. En Jozef had ook 2 maal een droom dat zijn broers voor hem zouden buigen. Ja, ik kan me natuurlijk voorstellen dat dat in dat gezin van vader Jacob toch wat jaloezie geeft,
tussen de een die ja, duidelijk het lievelingskindje van de vader is en de anderen. Dat toen hun moment aankwam dat ze Jozef pakten en verkochten naar Egypte. En bijzonder daarbij te vermelden is dat het Juda was die Jozef verkocht. En Jozef moest werkelijk door de diepte heen. Want in zo'n gevangenis daar in Egypte, dat was niet te vergelijken met een Bijlmabaaiers, met een kleuren-tv, een koelkast en noem maar op. Nee, dat was echt de patoet. Alleen op Gods timing, wanneer Jozef 30 is, wordt hij geroepen en komt hij in de bediening. En doordat hij de dromen van de farao mag uitleggen, dat de farao hem benoemt tot zeg maar minister-president. Hij wordt de onderfarao in Egypte. En u kent wellicht het verhaal van de 7 vette jaren waarin Jozef graan ja, optast en in schuren opbergt. Maar er komen ook de 7 magere jaren. En wanneer die 7 magere jaren beginnen, komt de halve wereld bij de farao. En de farao verwijst hen allemaal naar Jozef. Ga naar hem. En de farao gaf Jozef een eretitel. En dat vind ik zelf heel veelzeggend. Jozef kreeg de eretitel Safnat Paneas. Wat betekent redder der wereld. En dat zien we ook. Dat Jozef eerst de redder van de hele wereld is doordat hij de mensen graan, dus brood, leeftocht voor onderweg geeft. Alleen nu ook de vraag, wordt hij ook de redder van zijn eigen broers? En als we deze lijn ook profetisch doortrekken naar Jezus, wanneer hij voor de eerste keer nog als babytje voor het eerst de tempel ingaat en dit speelt zich natuurlijk allemaal af, de Chanukka-feest, ook wel de tempelinwijdingsfeest, bij die tempel. En wanneer onze Heer Jezus voor de eerste keer nog als baby in de tempel wordt ingebracht, dan zijn daar die 2 ouden vandaag, Simeon en Anna. En we lezen ieder jaar dat verhaal uit Lucas 2, waarin die 2 ouden vandaag 3 dingen profeteren over Jezus. En de eerste is, hij zal zijn tot een licht voor de volkeren. En dat is ook gebeurd. Na Jezus en na de uitstorting van de Heilige Geest is het evangelie naar de volkeren gegaan. Zelfs ook tot ons eigen Nederland. Wij mogen delen in dat geloof wat uitgedragen is. Maar dan wordt ook geprofeteerd, hij wordt niet alleen tot licht voor de volkeren, maar daarna ook heerlijkheid, de Shekinah-glorie voor zijn eigen volk Israël. En de Shekinah-glorie werd ja, door God gegeven bij de inwijding van de tempel door koning Salomo. Dat wanneer Salomo gaat bidden, dat God dat gebed beantwoordt en dat ja, de priesters in wezen geen dienst meer konden doen vanwege de heerlijkheid van God, de glorie van God. Nou, dat is aanbidding, want die priesters gingen werkelijk plat voor het aangezicht van de Heer. En ook Jezus wordt dus gesteld tot een licht voor de volkeren en daarna ook heerlijkheid voor zijn eigen volk en tot slot de verlossing in en van Jeruzalem. En juist ook in dit verhaal met die profetische diepgang, waarin Jozef eerst de redder van de wereld is, dan is nu natuurlijk de vraag, wordt hij ook de redder van zijn eigen broers? En na 2 jaar dat ook die broers in het land Kanaan honger krijgen en geen graan meer over hebben. Dus vader Jacob stuurt hen naar Egypte, want ook het gerucht was in Kanaan doorgedrongen dat er in Egypte brood te halen was, graan te koop was. Dus die 10 broers gaan op weg en die komen uiteindelijk voor Jozef. En Jozef herkent hen wel, maar zij herkennen niet dat het hun broer is.
En wellicht is dat ook wat wij met onze Heer Jezus Christus gedaan hebben. Zoals Jozef vermomd en bekleed was als een Egyptische farao, onherkenbaar voor zijn eigen Joodse broeders. Wellicht hebben we dat ook met Jezus gedaan. Als je alle schilderijen van Rembrandt en zo ziet, dan is er weinig Joods meer aan. Vandaar dat ook de Joden Jezus niet direct herkennen als hun eigen broeder. Maar laten we het verhaal verder bekijken. Dat Jozef test hen. En die vraagt hen, hebben jullie nog een broer? Want die 10 broers die voor Jozef staan, waren uiteindelijk zijn halfbroers. En Benjamin is zijn echte broer. Want Jozef en Benjamin waren beide zonen van Rachel, de geliefde vrouw van vader Jacob. Dus hij zegt tegen die broers, ik zend jullie terug, maar jullie mogen mijn aangezicht pas weer zien wanneer jullie er allemaal zijn. En hij geeft hun ook iets mee, al een hint. Ook ik vrees God. Dus notabene in het verre Egypte was er een onderfarao die God diende. En daarom ook het volk en die broers voorzag van brood. En de tweede keer wanneer de broers weer naar Egypte gaan, dan is ook Benjamin erbij. En dan komen ze weer voor Jozef. Ze hebben nog geen idee dat het hun broer is. En Jozef zet ze allemaal in volgorde neer. Ruben, Simeon, Levi, Juda, noem maar op. Dus die broers die denken, wat krijgen we nou? Maar goed, als je als Jozef weet wie het zijn, dan is dat niet zo moeilijk. Ze gaan met hem eten. En Jozef test hun of als ze nog jaloers zijn. Notabene, Benjamin, de jongste, krijgt 5 keer zoveel. 5 is natuurlijk ook het getal van de genade. Maar ook een test om te kijken of als die broers ook nog steeds jaloers zijn. En dan niet op Jozef, maar dan op zijn echte broer Benjamin. Nou, je kent wellicht het verhaal, de volgende dag taaien ze af. Alleen de zilveren beker van Jozef zit in de zak van Benjamin. En Jozef laat zijn politie hun achterhalen. En dan komen ze weer voor het aangezicht van Jozef. En dan is het verhaal, en dat lezen we in Genesis 44 vanaf vers 18. Toen trad Juda op hem toe en zei, och mijn heer, laat uw dienaar toch een woord ten aanvoeren van mijn heer mogen spreken en ontsteek niet in woede tegen uw dienaar, want u bent als farao. En verderop zegt hij, ik sta borg voor mijn broer Benjamin. Dat als hem iets overkomt, dan kan ik niet terugkeren naar mijn vader Jacob. Doe mij maar in de bak, maar laat Benjamin gaan. En dan kan Jozef zich niet meer langer inhouden en bedwingen. En zegt tegen alle Egyptenaren die daar in dezelfde ruimte waren, ga eruit. En dan is Jozef alleen als hij zich bekend maakt aan zijn broers. Mensen, ik vind dit zo'n profetisch beeld. Dat na 2 jaar, en ook wij leven nu 2 millennia na de eerste komst van Jezus tot zijn broers. Toen werd Jezus niet herkend. Zelfs niet op het Chanukka-feest, want ze hadden een andere verwachting. Dat hij de Messias, zoon van David, zou zijn. Maar Jezus leert hun, en ook door dit verhaal, dat hij eerst kwam om de Messias, zoon van Jozef, te zijn. Die door het lijden heen tot de heerlijkheid zou komen. En als ook wij nu, ja, na 2000 jaar, het herstel van Israël zien. En dat nu in de pandemietijd, dat er ook geen enkele toerist in Israël is. Dan bidden wij dat ook God met zijn geest tot het hart van zijn volk mag spreken. Want weet u, naast de Torah-lezing uit de wet van Mozes, hebben ze in Israël iedere week ook een gedeelte uit de profeten. Wet en profeten. En het gedeelte wat nu met Chanukka gelezen wordt,
Dat is uit Ezechiël 37. Ezechiël 37, het beroemde hoofdstuk van het dal der dorre doodsbeenderen. En als Ezechiël moet profeteren tegen die dorre doodsbeenderen, dan vraagt God, kunnen die botten herleven? Nou, Ezechiël, die kijkt, maar hij zegt, Heer, u weet het. En dan zegt God tegen Ezechiël, profeteer tegen die botten en ze komen ja, weer aan elkaar. Alleen wel vel erover, maar nog geen geest. En dan moet Ezechiël een tweede keer profeteren tot de Heilige Geest die naar de vier windstreken is uitgestort, dus ook tot Nederland toe, dat ook de geest over hen gaat blazen. En dan wordt het de machtige leger van Juda, van Joden. En Juda betekent godlovers. En als dat gedeelte geweest is, waar wij zo de Holocaust, de Shoah, in herkennen, dan de dorre doodsbeenderen. Maar dat God herstel doet, en we zien ook in Israël dat ze wel weer aan elkaar komen, maar dat Gods geest nog niet over hen is. En dan komt het gedeelte, direct aansluitend, uit Ezechiël 37, vanaf vers 15, waar staat, en het woord van de Heer kwam tot mij. En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf erop voor Juda en de Israëlieten zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf erop voor Jozef. Het stuk hout van Ephraim en heel het huis van Israël zijn metgezellen. Breng ze bij elkaar, zodat het in uw hand tot één stuk hout wordt. En als je twee stukken hout hebt bij elkaar, wordt het als een kruis. En juist dit profetische deel waarin Juda en Jozef, de twee stammen en de tien stammen, bij elkaar gevoegd worden en dat er geen jaloezie meer zal zijn, dat is een profetisch gedeelte wellicht voor de tijd als van vandaag. En als we die les doortrekken van de ontmoeting van Jozef met zijn broers en het profetisch gedeelte dat Jozef en Juda geen jaloezie meer zullen hebben, maar dat het één volk is met de verwachting dat ze één koning, één Messias hebben, dat spreekt wellicht juist ook voor deze tijd. Maar vanuit het Chanukka-feest is er ook nog een andere kant aan de zaak. Want nu heb ik het profetische gedeelte, het mooie gedeelte verteld, dat Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. En hoeveel dat wij ook bidden, juist als christenen, dat ook God zijn geest aan zijn volk openbaart, zodat ze mogen zien wie hun eigen Messias is. Want Jezus kan pas weer komen als de Messias, zoon van David, die op de troon van zijn vader David gaat zitten, wanneer wij niet alleen zeggen, hier komt spoedig Maranatha, maar wanneer ook Israël en met name ook Jeruzalem zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Wanneer ze met een verwachting gaan bidden. En juist ook in het adventtijd als deze, met die adventsvraag die de Joden aan Jezus hadden. Bent u nou de Messias? Ja, toen was het nog niet de tijd om als Messias, zoon van David, op de troon te gaan zitten. Jezus moest eerst nog de Messias, zoon van Jozef zijn. Dat hij door het lijden heen voor de zonden van zijn volk dan pas tot heerlijkheid gesteld gaat worden. Maar aan dat Chanukka-feest zit ook nog een andere kant. De kant van de uitdaging, zou ik willen zeggen. Want zoals in het jaar 167 voor Christus, dat die heidense koning uit Syrië, Antiochus Epiphanes de Vierde, die kwam naar Israël op uitnodiging. Want het Griekse Rijk vanaf Alexander de Grote had het halve wereld veroverd. En die Griekse vorst die dat helemaal omarmde, die kwam op uitnodiging naar Israël. Want ook in Israël wilde men worden als een van die andere volkeren. Alleen God ging dat iedere keer behoeden. Want Israël zou niet zo zijn als die andere volkeren. Alleen in Israël wilde men toch dat wel. En die Syrische koning werd uitgenodigd. Want in Israël bedreef men ook de sport, zoals die omliggende volkeren.
En de Olympische Spelen, die vanuit Griekenland bekend waren, werden ook in het Midden-Oosten gespeeld. Ja, en die gymnastiek werd volledig naakt gedaan. En dat is met Joodse mannen die besneden werden, was het toch wat lastig in al die omringende volkeren. Daarom die Syrische koning kwam op uitnodiging. En die ging als een climax die tempel ontwijden. Dat ze dus ook die Joodse cultuur niet meer zouden handhaven, maar alleen de Griekse, de Hellenistische cultuur zouden overnemen. En ook dat gevaar dreigt nu. En daarom is ook zo'n tekst profetisch wat God doet om juist zijn volk daarvoor te behoeden. We lezen in Zacharië 9 vanaf vers 13b dat God een vijandschap stelt tussen de zonen van Sion en de zonen van Griekenland. Dus het verschil tussen het, zeg maar, het Hebreeuwse denken, het Bijbelse denken, en het Griekse denken, ook wel het wereldse denken. Dat zien we door de eeuwen heen, maar ook zeker in Europa, met de Holocaust, de Shoah, dat men het Joodse denken, het Bijbelse denken, wou vernietigen. Maar God verhoedt dat. Maar ook in deze tijd is er nog steeds die spanning, die strijd tussen het Bijbelse denken en het wereldse denken. Tussen de zonen van Sion en de zonen van Griekenland. En we weten dat al vanuit die profeet Daniel, dat er geprofeteerd werd dat er in de tempel een beeld voor een afgod zou komen. En dat is precies met dat Chanukka-feest gebeurd, dat er een afgodsbeeld van Zeus, de oppergod die op de Olympus werd aanbeden, dat die in de tempel werd gezet. En dat er een onrein dier, een varken, geofferd werd ter ere van die god Zeus. En dan kunnen wij wel denken, ja, wij aanbidden niet Zeus en Jupiter en Wodan en Donar. We hebben de god van Abraham, Isaac en Jacob lief. Maar we weten dat ook deze strijd doorgaat. En als we op het eind van de Bijbel ook in een brief zoals de 2e Thessalonicenzenbrief, met wat ook gaat over die adventsvraag van wanneer komt nou die Messias, dan staat er in 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 3. Laat niemand u beangstigen alsof de dag van Christus al gekomen zou zijn. Laat niemand u op enige lei misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens der wetteloosheid geopenbaard is. En die zal zich zelfs voordoen alsof hij een god is. Dus ook in onze tijd de uitdaging vanuit dat lichtenfeest, wees waakzaam. En zoals met het Chanukka-feest, dat die menorah, die zevenarmige kandelaar in de tempel wordt aangestoken met slechts één kruikje olie. Zo is dat ook voor ons. En dan moet ik denken aan die gelijkenis van de 10 maagden, de 10 dienstmaagden. Die gingen ook met een verwachting op weg. Niet direct om die koning, maar wel die bruidegom te ontmoeten. En we weten dat als Jezus terugkomt, niet alleen als Messias, als koning der koningen, maar dat dan ook de bruiloft van het lam gevierd gaat worden. Dus wanneer die 10 maagden op weg gaan om die bruidegom welkom te heten, maar we weten dat door de druk van de tijd en de duisternis, ze allen in slaap vielen. Maar bij de wake-up call, dat ze wakker worden, alleen 5 hadden voldoende olie en konden daarmee hun lamp weer aan lichten en konden ingaan tot het feest van de Heer. Daarom ook voor ons die waarschuwing. Als we soms zien dat het duister wordt in de wereld, we hebben maar één kruikje olie van Gods geest nodig. En dat God een wonder doet dat hij die Heilige Geest in ons hart tot een overvloeiende bron maakt. Zodat we stralen mogen als lichtende sterren. En juist ook in deze tijd mogen wij als christenen ook een licht in deze tijd zijn, maar ook naar Israël toe. Daarom wil ik je uitnodigen om ook het videootje te gaan zien, wat we juist ook als christelijke ambassade,
Omdat wij in Israël zitten en er nu geen toerist in Israël is, maar dat wij wel nu actief en aanwezig zijn in Israël om te laten zien wat onze liefde ook voor Gods volk is. Blijf kijken. We love the people of Israel and we want to show that love through social projects that help build a stronger Israel. We're passionate about offering life-changing opportunities for the disadvantaged, youth at risk, new immigrants, and minorities that help them step into a brighter future. We desire to make a difference throughout the mosaic that is Israeli society. We call this ICEJ Aid. Christians come to help the Jewish people. It's a dream, you know? How could it be? The Christian people come to help the Jewish people, the state of Israel. For me, it's really unimaginable. ICEJ Aid helps families break out of the cycle of poverty through educational programs such as vocational training and mentoring towards employment, as well as offering practical aid where needed most. We also support Holocaust survivors in the last years of their life. The survivors enjoy emotional and physical support in an assisted living facility where their needs are met, and they have a community of loving staff and volunteers surrounding them. אנחנו לעת זקנה, קשה לנו לתפקד בבית, וזה ארגון בעזרת השגרות הנוצרית, שאני יודע שהם תומכים בנו ותומכים יפה. Pnina from Christian Embassy appeared in our life with a lot of food and what is much more important, with their love and with their willing to support. Together with our Israeli friends, we are partnering with the God of Israel who promised through the prophet Jeremiah, "For I will set my eyes on them for good. I will bring them back to this land. I will build them and not tear them down. I will plant them and not uproot them." Christians around the world, they are our best friends. And Christians and Jews, we belong together. Thank you, the Christian Embassy and Christian around the world, your support and partnership helping us to change life every day. This aid wouldn't be possible without your help. Show the people of Israel God's love today and let her know that she's not alone. Become a partner by giving at icej.org/aid. En dan willen we ook deze lezing besluiten, ook met God daarvoor de dank en de eer te geven. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. En zeker met het Chanukka-feest, dat er maar één vonkje nodig is en dat u een wonder doet, zodat het gaat lichten. Heer, zodat dit licht en feest tot een vreugde voor ons en voor onze omgeving mag zijn. En Vader, dan ook bidden dat vanuit dit feest ook die ene verwachtingsvolle vraag overblijft. Bent u die Messias? En als we weten dat Jezus voor ons de heiland is, die al gestorven is voor onze zonden, en nu dat we hem verwachten als koning der koningen. Vader, dat dit feest ook voor ons een verwachtingsvol feest is, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat te beginnen in ons hart. Dat bidden wij in de machtige naam van Jezus onze Heer. Amen. Amen.